Freekick Sport, de specialist op het gebied van voetbal en hockey. Wij hebben de gezelligste winkel met de beste merken, deskundige mensen en een fantastisch assortiment. Kijk op onze Facebookpagina en webshop of kom langs op het De Savornin Lohmanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Het Haagse Verduurhuis in de Nobelstraat is marktleider op het gebied van kunst en antiekveilingen. Het oudste nog actieve veilinghuis in Nederland heeft nu ook een filiaal aan de Oder 18 in Den Haag. Loopt u gerust eens langs in de Nobelstraat of in de Oder tijdens een van de kijkdagen. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. Bibu Den Haag, een gerenommeerd autoschadeherstelbedrijf. Alles wat met de auto te maken heeft, kunnen wij voor u repareren. Wekelijks worden bijna 50 auto's vakkundig gerepareerd met liefst 7 jaar garantie. Autoschadeherstel Bibu Den Haag. Meer dan alleen schadeherstel. De Jong Uitvaartzorg en Begeleiding. Voor een uitvaart kunt u zelf kiezen voor de stijl die bij u past. Maatwerk vormgegeven in nauwe samenspraak met nabestaanden. Gedenk- en troostwinkel aan de Van Vredenburgweg 55 in Rijswijk. Behang en woninginrichting Paradijs John van Zweden. Alle merken behang, raam- en wandbekleding en vloeren. Kom langs in onze winkel. 2 etages woonplezier. Behang en woninginrichting Paradijs John van Zweden. Oude Haagweg 20, Den Haag. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Weekend. We gaan actuele onderwerpen bespreken, maar ook vooruitblikken op het komend voetbalweekend. En dat doen we met onze analisten René Pas en Pieter Donat. Heren, van harte welkom. Ja, onlangs was er om de week of om de 14 dagen komt Jan-Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, met een column. In zijn laatste column had hij het over strenger straffen of belonen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? De KNVB zegt, we hebben een lik op stuk beleid destijds ingezet. Dat heeft al resultaat opgeleverd. Nou ja, dat klopt ook wel. Ze hebben dat nagegaan. En in ieder geval, ze zijn bijna gehalveerd qua strafbelegging. Het ene jaar ook 485 en vorig jaar 270. Ja, dan ging het om excessen, zeg maar. Excessen, ja. Laten we zeggen, tegen spelers en vooral ook scheidsrechters. Ja, maar goed, het is natuurlijk zo. Er worden zo ontiegelijk veel wedstrijden. 35.000 wedstrijden worden er in een weekend gespeeld. Dus dan kan je nagaan hoeveel het is. En we moeten daar allemaal scheidsrechters hebben lopen. En het is toch moeilijk. Die mensen zijn allemaal vrijwilligers. En ja, die krijgen van alles naar de hoofd gegooid. Ik denk wat hij wil is namelijk de clubs belonen in de vorm van een bonus van extra punten toe te kennen. En de spelregelwijzigingen aanpassen een beetje. Ja, ik denk dat dat toch iets te ver gaat eigenlijk, denk ik hoor. Ik denk toch gewoon je moet strenger handhaven eigenlijk. En strenger, niet belonen, maar gewoon strenger straffen. Ja. Belonen, René, dat je dan uiteindelijk bij wijze van spreken kampioen kan worden. Omdat een jury of iemand bepaalt dat je een sportiefste ploeg. Ja, ja. Dat kan toch niet? Nee, dat kan helemaal niet. Dat is onmogelijk. Het is natuurlijk maar een column, ja. Maar hij probeert dat los te krijgen. Maar dat vind ik onzinnige ideeën. Hij moet, denk ik, toch iets dieper gaan in de hele materie. En ik kom vaak bij vierde klaswedstrijden ook, maar ook lagere teams van clubs. En dan zie ik de scheidsrechters bezig en zo. Maar het is ook vaak niet alleen de reactie van spelers tegen de scheidsrechter of spelers onderling, maar ook vaak de wijze van gecoacht wordt aan de zijkant. Ja, maar ook het publiek speelt ook een grote rol. Hè? Die gaan vaak daar zich mee bemoeien. En dat is nog lastiger natuurlijk voor zo'n scheidsrechter. En ja, dan krijg je olie op het vuur. En dan krijg je opstootjes en al dat soort dingen meer. Het is echt... Nee. Maar ze willen ook gaan experimenteren, geloof ik, met geen grensrechters. Of tegenwoordig heet die mensen assistent scheidsrechters. Bij, laten we zeggen, het recreatievoetbal. Dus zeg maar B-categorie. Ja, maar dat werkt toch ook helemaal niet, Ton. Moet je je voorstellen dat je dan allerlei situaties krijgt. Van buitenspelsituaties. Dat wordt gewoon doorgevoerd. Ja, dat kan niet. Je moet toch een grensrechter hebben gewoon. Nou, René, even
ik kijk dus ook vaak bij lagere ploegen. En dan staat er iemand moet dan een vlag in zijn hand hebben, omdat dat gewoon vereist is. Je denkt, je stapt naar rechts en dan stapt naar links. Ja. Verder komt hij niet. Bijvoorbeeld. Ja. Of, wordt heel erg, altijd is bekend dat hij natuurlijk vals vlagt. Ik bedoel, als het even gevaarlijk wordt, dan gaat de vlag omhoog. Dus dan denk je, ja, wat heb je dan aan? Dan zou je ook kunnen denken, dan kan die man net zo goed weg. Nou, dan dwing je de scheidsrechter iets meer mee te lopen. En dan heb je allebei dat minpunt. En dan kan je dat misschien tot acceptatie laten leiden. Maar in principe zou dat best bij die lage helft moeten kunnen. Zonder grensrechters spelen gewoon begrip voor elkaar hebben en niet lopen pikken. Ja, maar goed, dat zeg je wel. Het zou moeten kunnen, maar dan zou ook veel minder strafzaak ook bijvoorbeeld bij dat lage voetbal moeten hebben. Ja. En die voetbal alleen maar voor de leut. Conclusie van het geheel van, zeggen we van, nou jongens, niet gaan belonen, maar gewoon blijven straffen waar het nodig is. Ja. En op die manier, het lik-op-stuk-beleid heeft laten zien dat het helpt. Ja, maar Ton, één ding. Jij zegt heel tussendoor in een zinnetje van, ze spelen voor de leut. Maar als jij in een lagere ploeg, vijfde, zesde of zevende, achtste team speelt, dan speel je niet voor de leut, je wil die wedstrijd winnen. Nee, maar winnen mag wel, maar niet ten koste van. Ik bedoel, er hangt verder niks vanaf. Nee. Ja, maar dat zeg jij, maar onderling, dat is het punt. Maar goed, we kunnen daar nog heel lang over praten, dus ik wil nog even naar een volgend onderwerp. Afgelopen maandagochtend in AD Haagse Courant, de column van Mario van der Ende, een wekelijkse column van Mario. En hij ging nu een beetje ook over de trainers en ja, het sprak mij wel aan. De naam van Pim van der Maas werd trouwens genoemd. Die heb ik ooit gehad als docent. Bij toen heette het D-cursus. Hij zei ook van, ja, trainer, dat ben je 24 uur per dag en dat 7 dagen lang. Ja, dat klopt volgens mij. Dat klopt ook. Ik heb Mario ook gesproken. Hij had mij daarover benaderd. En je was niet anders dan 24 uur per dag bezig. Hè? En ik zeg, het is niet alleen maar die trainingsuurtjes. Je moet de voorbereiding doen, maar ja, je moet ook van alles doen eigenlijk in principe. Je gaat het prakkezeren over de opstellingen en dan afmeldingen krijg je weer. Dus het laat je niet los gewoon. En eind van het nietje was wel dat het wel mijn huwelijk gekost heeft op een gegeven moment. En toen heb ik het nog een keer geprobeerd, toen was het weer mis. Ja, zoveel tijd al die trainerijen. Ik zag het stukje ook dat je al gezegd van, door jouw uitspraak van, voetballer moet je nou een vingercoachje geven, want ze pakken je hele hand. Nee, dat is ook zo. Dat heb ik ook inderdaad gezegd van, je weet, als je vinger geeft, dan ben je gewoon verliezer. Want dan, dan is het eind zoek gewoon. Je moet altijd heel streed zijn naar die knapen. Ik liet ze vaak ook zelf al de dingen oplossen van, hoe zou je het dan zelf doen en dergelijke. Ja. Maar het, het is natuurlijk. Ja, maar er speelt nog iets mee, René. Dat is, je hebt een heleboel dingen genoemd, helemaal niet eens. Maar je hebt ook de pers en de supporters. Hè, als je op een standaard niveau traint. Ik heb meegemaakt dat ik ben zelf dan ook in bezit van twee oefenmeesterdiploma's. En ik heb ook clubs getraind. En ik heb meegemaakt dat er in de pers, toen ik Voorschoten trainde, een artikel kwam, wat helemaal verdraaid eigenlijk overkwam, zoals ik het eigenlijk had uitgesproken had met de journalist. En dan kreeg ik een probleem in die club en van supporters en van dit. Je kan ook door de pers en ook door supporters heel erg in de problemen gebracht worden trainen. Dat is toch wel energie wat het kost. Ja, dan moet je moet inderdaad goed op je woorden letten natuurlijk. Hè? En zeker als een journalist het gaat anders neerzetten als jij het gezegd hebt. Ja, dan kan je wel eens een probleem krijgen. Maar vaak is dan het probleem al ontstaan. Hè? Dan kan je wel roepen van, ik heb het niet zo gezegd. Maar dan, ja, dat is weer het paard achter de wagen spannen. Maar ik was ook wel een trainer die contact zocht met de supporters vooral ook. Ja. Weet je wel, dat zijn mensen die in de club allemaal de zaken doen. En dat werd altijd op prijs gesteld dat je ook oog had voor die mensen. Niet alleen voor je spelers. En bijvoorbeeld er zijn trainers die ik ook weet, ja, die trainden. En na de training waren ze gelijk verdwenen. En je had al helemaal geen binding met de club. Maar als trainer moet je ook verbonden zijn met de club. Belangrijk. Ik las over, trouwens in die column ook nog een hele aardige uitspraak van Weile Rob Wijnstok. Hè. Je moet nooit discussiëren met leken. Ja. Nee, klopt. Dat vond ik wel inderdaad wel grappig. Ja, maar, want dat vind je bijna nooit. Dan kom je een beetje op wat René zegt. Mee eens, hè? Mee eens wat hij gezegd heeft en wat jij zegt. Maar dan sta je in een clubgebouw na de wedstrijd en dan komen supporters naar je toe. En je wil er niet mee, wat jij zegt, mee discussiëren, maar je kan niet weglopen. Nee. Dat wordt heel moeilijk soms. Nee, want dan ben je arrogant. Ja. Ja, dat is ook vaak waar. En hij had ook nog zo'n mooie uitspraak. Afstand houden van zelf ingenomen bestuursleden. Ja, nou, dat vind ik wel een goeie. Ja, goed, dat kun je wel wat voorkomen. Maar ik ben het met jou eens, je kan niet zomaar weg. Want dan ben je heel snel, krijg je het predicaat arrogant. Je moet eerst goed opbouwen inderdaad. Ja. Een band hebben zo met de spelers, de mensen in de vereniging, de supporters. Dat is een van de eerste vereisten die je als trainer moet gaan doen om je eigen thuis te voelen. En die supporters. En dat bestuur ziet dan, ja, het is meer als alleen maar trainen voor die man. Zeker weten.
Goed, ik wou vooruit gaan blikken op het komend voetbalweekend. Begin ik het zaterdag voetbal. Pieter, belangrijke wedstrijd op houtrust. Scheveningen ontvangt Spakenburg. Spakenburg was ook slecht begonnen, hebben wat puntjes gepakt. Nou, Scheveningen afgelopen weekend. Eerste overwinning. Ik denk een hele belangrijke wedstrijd weer voor de mannen van Blok. Ja, belangrijk. Natuurlijk, ik hoop dat ze in de flow blijven waar ze nu in zitten. Ze hebben natuurlijk ook nu wat geluk gehad. Een bal binnenkant paal in de slotfase die er niet in ging. Nou, als dat mee gaat zitten, dan ga je waarschijnlijk ook punten halen. Ja. Het is wel zo, je zei net van Spakenburg heeft wat puntjes gepakt. Het is wel zo dat ze de laatste vijf wedstrijden ongeslagen zijn. En misschien ook trainer Zonderwolf heeft aangegeven dat hij zijn contract niet verlengt. Het speelt ook misschien daar allemaal mee. Het is natuurlijk een club waar een heleboel aan de hand is. Dus je krijgt wel een scherpe ploeg Spakenburg straks in Scheveningen te zien. Al natuurlijk hele hoge verwachtingen Spakenburg, ja. En John zelf ook wel. En ja, dat valt dus zwaar en zwaar tegen. En dan, ja. Ja, dan zit je daar natuurlijk toch in zwaar onweer op een gegeven moment. Dus hij heeft nu al in een vroegtijdig stadium gezegd van, dat hij aan het einde van het seizoen niet verder gaat. Nou goed, en wat er bij Scheveningen gaat gebeuren, dat zullen we ook allemaal moeten afwachten. Belangrijk vind ik in ieder geval dat ze nu... Ja, inderdaad gewonnen hebben. Daar misschien weer in die flow gaan raken. Ja. Andere wedstrijd. Aardige wedstrijd denk ik wel in de eerste klasse B. Aan de Noordweg. Velo tegen Nooddorp. Ja, en dat Nooddorp, dat verspeelt ineens achter elkaar wat punten. Die verliezen twee maal achter elkaar natuurlijk. En Velo pakt afgelopen zaterdag een keurig mooi gelijkspel. Ja, en wat dat betreft moet Velo nu dus weten te winnen om aan te sluiten naar die middengroep weer een beetje. En datzelfde geldt voor Nooddorp. Want Nooddorp, ja, die hebben een wedstrijd minder gespeeld. Maar als ze nu weer zouden verliezen, ja, dan drie keer achter elkaar, dan gaan ze er toch naar beneden kijken. Goed, nou wat het allemaal gaat worden, we gaan even kijken. Want Rob Blankenstein is voor ons al langs gegaan aan de Noordweg in Wateringen. En hij sprak daar met de trainer van Velo, Edwin Vurens. Edwin, debutant met Velo in de eerste klasse. Tot nu toe valt het tegen. 6 gespeeld, 4 punten, 12e plek. Dus had je ongetwijfeld een andere start in ogen? Ja, als je op voorhand hoop je dat je na 6 wedstrijden in ieder geval op het dubbele staat. Hè. Wij hebben geen kampioenselftal, maar wij hoeven ook niet in de problemen te komen. Dus dan is 6 gespeeld, 4 is tegenvallend. Maar goed, het is zoals het is. En je moet keihard door, zo simpel is het eigenlijk. Velo zondag is opgegeven, dus er zijn ook wat spelers van de zondagtak naar de zaterdag verhuisd. Er zijn nog wat oud-veloers van buiten, zijn weer teruggekeerd. Dus wat betreft kwaliteit heb je niet te klagen, denk ik. Nee, kwalitatief hebben we een hele goede groep. Die overtuiging hebben we ook allemaal. Maar tot nu toe is het... het is eigenlijk zo, we spelen iedere week allemaal een zesje. En dat is op eerste klasniveau niet voldoende. Er is niet één speler bij waarvan ik zeg van joh, die is in vorm. He, dat wil niet zeggen, ze doen hun best wel, daar ligt het niet aan. Maar het zou wel eens lekker wezen als je in een wedstrijd 3-4 spelers hebt die in plaats van een 6 een 7,5 spelen. Dan hadden we waarschijnlijk ook wel wat punten meer gehad. Wij hebben het gewoon ontzettend moeilijk met het niveau van wat wij op dit moment zelf hebben. En dan zie je ook wel het verschil tussen de eerste en de tweede klas natuurlijk. Waar zie je dat met name in? Nou, in de fouten die je zelf maakt, hè, die worden heel snel afgestraft. Als je vorig jaar 3 kansen weggaf, dan gebeurde het regelmatig dat er geen 1 inging. En nu is van de 3 kansjes die je weggeeft, krijg je 2 tegendoelpunten om je oren en dan loop je weer achter de feiten aan. En dat is wel een beetje het verhaal, alleen daar moeten we wel heel snel vanaf natuurlijk. Want als je niet oplet, sta je bij de kerst en heb je 12 wedstrijden gespeeld. En daar moeten we wel voor waken. Maar wat ik al zei, de instelling is eigenlijk perfect. Ook afgelopen zaterdag. Dan word je helaas niet beloond voor je werklust. We moeten wel beter voetballen. Dat is wel een feit. Hè. Op werklust win je niet alleen wedstrijden. Dus er moet nog wel in niveau moeten we wel omhoog. Maar het is niet zo dat wij wanhopen en zeggen van joh, we hebben de kwaliteit niet. Die hebben we wel. Alleen het komt er niet echt uit. Komende zaterdag komt Nooddorp op bezoek. Wat weet je van dat huidige Nooddorp? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ik woon naast het trainingsveld, dus ik zie ze regelmatig trainen. Maar we hebben geen heel veel informatie over Nooddorp.
Maar goed, het is een elftal wat al jaren op behoorlijk niveau speelt. Helaas zijn ze gedegradeerd. Maar ja goed, wij moeten van onszelf uitgaan. We zullen het heel lastig krijgen, maar ik denk dat Noordorp het ook heel lastig krijgt. Tot slot, je hebt nog wat te maken met blessures met name. Maar goed, zoals gezegd, je hebt een brede groep. Wat dat betreft moet het geen probleem zijn. Nee, ja, ik bedoel, 11 spelers hebben we altijd. Maar ja, we hebben afgelopen zaterdag ook, we misten best wel veel mensen. En als je dan naar de opstelling kijkt, zeg ik van ja, goed, iedereen die nu in het veld staat, die kan daar en hoort daar ook te spelen. Dus het is niet zo dat we nu excuus geven. Maar het is wel jammer als trainer dat je niet zo heel veel keuzes meer hebt op een gegeven moment. Maar goed, het is wat het is. En aanstaande zaterdag staan we zeker weer met 11 man. En hebben we ook zeker weer een elftal wat kan winnen. Tot zover Rob Blankenstein in gesprek met de trainer van Velo, Edwin Vurens. Ja goed, die gaan het inderdaad proberen komende zaterdag. Honsensdijk, Die Hagen, ook zo'n wedstrijd in de eerste klasse. Ik denk een aardig potje weer. Ja, het wordt een mooie op de strijdpost, wordt het een mooie partij. Altijd jaar in jaar uit zijn het prachtige wedstrijden. Waarbij Die Hagen toch de angstkener is eigenlijk voor Honsensdijk. Meestal kwamen die als winnaar uit de bus. Maar Honsensdijk heeft ze hersteld. In het begin hebben ze wat wedstrijden verloren. Nu hebben ze gewonnen en gelijk gespeeld. Tom van Veen scoorde weer twee keer. Ja, dat is toch een fenomeen. Het rijmt ook nog wel, maar hij is echt heel erg belangrijk voor Honsensdijk. Ik verwacht een hele sportieve wedstrijd, maar wel een harde wedstrijd in die zin. Dat wordt gestreden en ik denk totdat hij aan het langs eind gaat trekken. Ja, ik denk, hij gaat al rijmen, het is nog geen Sinterklaas. Nee. Hè? Dus Willy of Redio op tafel. Ja. Goed, kijken we ook nog even naar een wedstrijd in de tweede klasse C, HVC 10. Speelt nu tegen de koploper. Kan HVC 10, de ploeg van Piet Boon, die koploper misschien pijn doen? Nou ja, dat is natuurlijk te hopen. Het is wel zo dat VVS pas één keer verloren heeft en het onder leiding van Patrick van Dullem heel goed doet. Maar las dat Piet Boon begon over de mentale weerbaarheid van mijn ploeg. Die moet gewoon omhoog. Want we hebben van Twerven twee weken geleden gewonnen. Maar nu gaan we met 4-1 de boot in tegen Soccer Boys. Ja, terwijl dat helemaal niet nodig was geweest. Dat is geen hoop vliegen ook. Nee. En ze geen hoop, maar het was ook blijkbaar niet nodig geweest. Qua spel hebben ze gewoon onvoldoende gepresteerd. Nou, dan als je praat over mentale weerbaarheid, is het wel aan Piet te denken over te laten dat hij dat goed gaat oppakken en dat die ploeg er scherp staat. Zeker tegen de koploper. Ja. Want vaak is het natuurlijk wel ploegen die meestal, nou goed, het behoort altijd tot Rotterdam, maar ik noem ze even gauw uit, ook tot het Westland behorend. Dat zijn over het algemeen de ploegen die, als je praat over karakters, instelling, dat kunnen ze. Kijk, en UVS, dat komt uit Leiden dan, maar dat is een goed voetballend ploeg in het verleden altijd geweest. En ik vind het bijzonder leuk voor Patrick van Dullem en dat hij nu succes heeft. Hij heeft natuurlijk toch een paar moeilijke jaren gehad als trainer. Dat verdient hij. En dat is erg leuk voor hem. Zeker weten. Van het zaterdagvoetbal gaan we door naar het zondagvoetbal. René, HBS thuis tegen Alverse Boys. Dat is denk ik op papier een hele leuke wedstrijd. En ja goed, interessante HBS wedstrijd. Is natuurlijk belangrijk. Puntjes gepakt. Ja, HBS heeft zeker onvers gewonnen gisteren bij Hollandia 1-0. Erg leuk. En ja, die Memesuku die scoorde. De jongen die van Kwik gekomen is naar Westlandia. Die was in het begin geblesseerd. Maar die heeft gisteren dus een prachtig doel moeten maken, heb ik begrepen. En HBS heeft nu 10 punten, Alves Boys 9 punten. Dus het is een hele belangrijke wedstrijd. En ik hoop dat HBS het goede spoor gaat zitten. Ja, en als ze die weten winnen, dan kunnen ze in ieder geval weer een beetje naar boven gaan kijken. Goed, dat is ook belangrijk. Want ja, ze begonnen de competitie natuurlijk niet echt helemaal geweldig. Nee, dat niet. Maar dat is hetzelfde met Alves Boys. Die vielen ook tegen. Kijk, die winnen dan gisteren toch wel bij SEC ook bijzonder knap met 2-0. Dus Alves Boys, die hebben nu ook het genot geroken van een overwinning. Goed. Kijken we naar DRC, dat doet het uitstekend in de eerste klasse, nog steeds ongeslagen. Nu komt er een hele aardige derby aan komende zondag, want SV Den Hoorn komt op bezoek. Gaat Den Hoorn DRC pijn doen? Nou ja, net wat je zegt, in een derby kan natuurlijk dat gebeuren. Het is natuurlijk wel zo dat DRC helemaal in de winning moed is en wat dat betreft heb ik wel vertrouwen in dat ze tot een goed resultaat kunnen komen. Maar het is wel, Den Hoorn, wat me een beetje tegenvalt, is dat ze in uitwedstrijden tot nu toe niet echt nog erg goede prestaties verricht hebben. Ze hebben wel
uit bij Vlissingen 0-0 gespeeld. Dat is een goede prestatie, denk ik. En ze hebben een keer gewonnen bij Zwervers, maar die blijken nu onderaan te staan. Dus als je kijkt naar, het is voor Den Horen een uitwedstrijd, dan heb ik er niet zoveel. Het is wel bijzonder, het is natuurlijk wel een derby. Ja. Hè? En jarenlang was DHC natuurlijk, laten we zeggen, de grootheid. En Den Horen op een lager niveau. Nu spelen ze tegen elkaar. Dus ja, stadion, zou je haar zeggen, daar heb je weinig voor nodig om gemotiveerd te worden. Toch een aardig poek Den Horen, denk ik hoor. Ja. Die moet je niet uitvlakken. En die kunnen wel eens voor een verrassing zorgen. En de jeugd speelt tegenwoordig ook op een aardig niveau. Hè? Die speelt ook landelijk. Dus ik bedoel, daar komt dus van alles aan, ook in de opleiding. Goed, Hillegom tegen HVV. Dan kijken we even naar de ploeg van Wetzel. Maar Hillegom, ja, ook een ploeg die in die top meedraait. Dus staat bovenaan. Ja, het is wel een wedstrijd van belang, zeg maar. Ja, Hillegom 14 punten. En vooral, ze scoren heel erg veel. 18 keer gescoord in 6 wedstrijden. Gemiddeld van 3 doelpunten. Dus het is bijzonder knap. Ja, en HVV, dat heeft nog niet verloren. 4 keer gelijk gespeeld, 2 keer winst. Scoren toch wat moeizaam. En ik denk, ja, als ze er meedoen, en ik heb begrepen met ze dat hij bij de eerste 4 wil eindigen dit jaar. Ja, om mee te doen met de na-competitie. Dan zullen ze dus inderdaad moeten winnen van Hillegom. En dat, ja, ik denk toch dat het een hele lastige wedstrijd voor ze wordt. En vooral daar in Hillegom, is toch altijd wat anders dan thuis op de Dieput. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel een hele talentvolle groep. Hebben ze een jong elftal, HVV. Ja. Dus ja, en als Wetzel dat naar zijn hand kan zetten, dan heb je toch kans dat hij misschien... Alleen staat er weer een wat oudere doelman in de koop. Ja, maar die was toch wel heel erg goed gisteren. Ja, Voskamp. Daniel Voskamp. Voskamp was gisteren heel goed gekiept. Ja. Ja. Goed, in Olivio, vroeg die ook uitstekend aan de competitie is begonnen. Moeilijk thuis te kloppen. Krijgen nu weer Helmers op bezoek. Ja, en die ploeg van Oscar Laguna Burgos valt mij als debutant op dit moment toch nog een beetje tegen. Ja, ze hebben natuurlijk pas 4 wedstrijden gespeeld. Dat is natuurlijk erg weinig tot nu toe. Maar inderdaad, 1 puntje, dat is natuurlijk. En dan nog behaald tegen Concordia, wat ook niet echt een hoogvlieger is. Dus, en daarbij, Olivio is nog ongeslagen. Dus die wordt een hele moeilijke wedstrijd voor Welmes. En ze hadden tot na dat kampioenschap van vorig jaar meer verwacht om dit jaar dan hoog te presteren. Maar 1 puntje uit 4 wedstrijden, dat is niet best. Nee, gewoon afgelopen weekend hebben ze ook weer voorgestaan. En, kunnen niet vasthouden. Dat was tegen RKDO, geloof ik. Ja, ja. En dan sta je 2-0 voor. Sta je aan het eind toch weer met lege handen. Ja, en dat gaat, gelijk spel was het leuk. Dat gaat mentaal, 3-2 verloren. Nee, 3-2. Verloren met 3-2. Maar dat gaat natuurlijk ook bij de jongens in het hoofd zitten. Ja. 2-0 voor en dan toch de wedstrijd weggeven en verliezen. Ja, dat is voor de Mareel niet goed. Nee. Goed, en Jeroen Hoefnagel doet het prima bij Olivio. Vorig jaar natuurlijk al een lekker seizoen gedraaid. En nu doet dat, hij ook weer dat zetten ze gewoon door daar zo. Dat heb je wel vaker. Hè. Dat proeven die doorstromen. Die zitten dan toch in een goede serie, zeg maar. Ja, en dan speel je gewoon mee bij de bovenste 4 weer. Goed. Zonder voetbal, we hebben het zonder voetbal bekeken. We zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbalweekend. René. Pieter, jullie weer bedankt. En thuis bedankt voor het kijken. En Haaglanden Voetbal meldt zich weer volgende week, dinsdag. Graag tot dan.